mijn naam is Gerard de Vries en ik heb de cursus NLP Practitioner gedaan. In de eerste instantie gedaan omdat ik een nog betere coach wil worden. Maar wat ik vooral geleerd heb is heel goed naar mezelf kijken en luisteren. En daarom kan ik ook heel goed naar andere mensen kijken en luisteren. En dat heeft me enorm geïnspireerd om weer door te gaan met datgene wat ik wil doen. Het is een geweldige reis die ik gemaakt heb samen met de groep. En ik ben er heel erg blij mee dat het allemaal gegaan is zoals het is gegaan. Het is zeer aan te raden en het is een geweldige ervaring. Heb ik gewoon ook NLP-technieken gebruikt, ook in mijn omgeving. Heel kleine dingetjes, maar het werkt echt. Dus het is echt iets wat ik zal blijven gebruiken. En ik ging hier ook gisteren fluitend fietsen ik hier naartoe en ik had er zin in. En ja, en dat heb ik nu nog steeds. En ik ging weer vanochtend weer de deur uit en ik dacht van, yes, ik ga het weer doen. Hup, het kan, ik kan het. En ja, ik voel me nu gewoon een heel ander mens. Gewoon heel, heel blij, heel vrolijk, positief. Ik ben echt veranderd in die zeg maar de kleine 2 weken. Dat is een positief, echt heel goed gevoel. Ontzettend leerzaam, ontzettend heilzaam en ook heel erg toepasbaar. Ik kan me ook niet meer voorstellen dat ik een leven kan leiden zonder doelen. Het geeft me ook heel veel kracht dat ik met behulp van de NLP-technieken stemmingen kan oproepen om dus mijn doelen te behalen. En dat zijn eigenlijk al zinnen in NLP-termen, maar die verruimen wel mijn mogelijkheden en geven me heel veel zin ook in de toekomst. En ik heb de NLP Practitioner opleiding gedaan bij Martijn Groenendaal. Heb ik ook ervaren als een heel prettig persoon. Met humor, maar ook enorm kundig. Hij kan de concepten heel goed uitleggen en met hele vrolijke, goede voorbeelden. En hoe hij de NLP-technieken toepast, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Dus ik kan het echt aanraden. Ja. Ja, ik heb de beslissing genomen om NLP Practitioner te doen, omdat ik nu eindelijk vond van ja, ik moet die basis tot hebben als educatie om gewoon goed en duidelijk alles nu op een rijtje te hebben. En dat is bijzonder verlichtend. Het is heel goed voor me in mijn zaken, in alle andere facetten van het leven. En het is bijzonder waardevol voor me en ik ben bijzonder blij dat deze techniek, deze educatie, NLP, zich zo dusdanig, dat ik hier tegenaan gelopen ben. Ik vind het een succes en ik ben bijzonder blij om NLP Practitioner gedaan te hebben. Ik ga ook door naar mijn master, omdat ik dan het gevoel heb dat ik alles heb tot me genomen om goed te kunnen functioneren in het leven. En waardoor ik dus een glorious state of well-being heb bereikt. Ik was Bruce.